Nou, het is natuurlijk een beetje een hele gekke kerst. De eerste kerst onder een lieve moeder. Zo zie je niks, Mark. Hoe jij het vloggen bent. Je moet ook wel eventjes... En? Nou, ik ben moeder Maria. Oh, je gaat gewoon niet stroom zitten. En daarachter misschien? Of liggen of zo? Ja, dat is... En dat weet ik natuurlijk dat ze komt. Maar mijn vraag is... Moet ik ze al naar binnen laten? Dit kan niet waar zijn. Wat heerlijk om verder. Wat ze even gaan afronden, hoor ik in mijn oor. Mogen wij dat zelf ook een beetje bepalen, of niet? We gaan afronden. We gaan naar het circus. Wij doen namelijk een trapeze-act. Ja. Ik op de trap en Karin Pees. Dank je. Ik loop hier naast Louis van Gaal, dames en heren. Dit is de enige echte. Ja, en een van de meiden, je komt het hier gewoon tegen, dames en heren. De meeste mensen sporten. Er zitten voetballen, softballen, handballen. Ik zit op bitterballen. Dan ben ik kijken naar mijn nieuwe vlog. Nou, het is natuurlijk een beetje een hele gekke kerst. De eerste kerst onder mijn lieve moeder. Dat geldt natuurlijk ook voor mijn broer en mijn zus, waar ik heerlijk mee gegeten heb. En ja, ik ben nog naar het kerstcircus geweest met mijn lieve vriendin en collega Karen Bloemen. Dat was fantastisch. Kerstcircus van Elise en Henk van der Meijden. Echt gigantisch. Wat een act. Dat is niet normaal. Dat kan ik iedereen aanraden, adviseren. En daarbij ben ik nog eventjes bij Fabels geweest. Ik ben nog even hier geweest, daar geweest. Wino's vader bij 92. Heb ik nog een paar liedjes gezongen met alle mensen die daar waren. Was ook erg leuk. En ja, zo kom je de kerst door. Oh, je mag. Nou, wat een paneel. Ja. Heb je liever een vlogger, heer? Nee. Nee, dat is één been. Nou, Gerrit. Ik kom met stroom. Ja, Gerrit, je hebt stroom. Kom, erbij, Willem. Ik maak hem. Ze maken hem. Oh, ja. Zo zie je niks, Mark, hoe jij het vloggen bent. Je moet ook wel eventjes... En? Nou, ik ben moeder Maria. Maar je gaat gewoon niet stroom zitten. En daarachter misschien? Of liggen of zo? Ja, dat is leuk. Away in a manger. The whole crib for a bed. The little Lord Jesus. Van je redden. Komt hij aan, hè? Ja, oké, okay, komt hij. 1, 2. Nog even. De stars in the bright sky. Maar Sjoerd staat met zijn mond open, maar dat mag niet. Echt waar? Ja, ze zingen. Okay. Ja, moet je mond houden. Hebben we hem nou? Ja. Oké. Okay. Is wel leuk. Pak hem maar opnieuw, dan. Je staat er een beetje als vogelverschrikker op, Sjoerd. Hey. Doe even overnieuw, even allemaal leuk erop. Nou, ja. Moet ik niet op. Moet niet. Het stinkt nog naar stront ook hier. Nou ja, schapen ze schijken. Komt ja, hè? Ze schijken. 1, 2. Allemaal stilstaan. Ja. Dankjewel. Nou, dan hebben ze de deur dicht gedaan. Nou. Is het dat het geen meer vijf is? Nee. Dat was het wel, hè? Ja, was het zeker. 5 en 6. Leuk ook. Ja, dat is wel een speciale foto, maar. Wel, hè? In de keuken. Ja, hoor. Draai. Heel erg lastig, zit je hier, hè? Ja, zijn wij. Hoe is het? Ja, wel goed. Goed. Ja, hoor. Doe Ger. Rond eens kijken. Is dat leuk, hè? Kijken wat ik ze weg ga gooien. Oh ja, je kijkt altijd wat je zelf leuk vindt. Is altijd zo. Kijk nou eens. Nou, ja. Dat is... Wow, wow. Feest, hè? Is er iemand jarig, jongens? Ik hou ervan, heerlijk. Ja. Wat lekker, jongens. Geen siervuurwerk. Ja, toch een beetje. Nee, dus ik ga knallen ook, hè. Moet je uitkijken. En ik denk met Loretta van Koffietijd, dat is natuurlijk enig. En dat weet ik natuurlijk dat ze komt. Maar mijn vraag is...
moet ik ze al naar binnen laten. Onze Lorette, want onze Lorette is op dit moment in Aalsmeer. En als het goed is, is ze al ergens in de buurt van Gerard Joling. Heb je die boom gezien? Hier, ik kom hier aanlopen, maar het is best nogal krap. Die boom, en volgens mij is dit de boom van Gerard. Ben ik hier nu, want ik herken het. Ik ga Gerard een gezellig kerstontbijt. Nee, ja, het is die hele hoge dennenboom, maar er hangen allemaal TL-buizen in. Maar dat lijkt dan net alsof het ijzelt of zoiets. Ik weet het niet, het is heel bijzonder. Maar het is allemaal weer heel bijzonder bij Gerard. Dit kan niet waar zijn. Wat heerlijk om verder. Je was al wakker. Ja, ik was al wakker. Nou, ja. Ik ben er. Ik zie jullie straks. Wij gaan eerst even ontbijten. Dag. Doei. Hoe is het, meisje? Goed. Kom verder. Oh, oh. Ja, dat je bent zo even live met Loretta bij koffietijd. Ja, dat ben ik op koffie aan het zitten. Ja. Goed, hè? Het is toch een hartstikke leuk. Heb je dat zelf nou moeten halen vanmorgen? Ja, en helemaal de hele dijk afgeschouwd. En toen zag ik die hoge bomen. Toen dacht ik, moet je zien die boom, zei ik nog tegen mezelf. En toen was ik... Ja. Ik vraag ook altijd of ze spreekwoorden willen, hè? Hoge bomen vangen veel wind. Ik denk, nou ja, dat moet. Maar dat heb je er niet allemaal zelf ingehangen. Nee. Daar moest een hoogwerker aan. Ja, dat klopt. Ja, dat heb je. En gaat die hoogwerker er ook al, of laat je het het hele jaar af? Nee, die gaat er weer af een jaar, half jaar erbij. En de boom ook? Nee, de boom niet. Boom staan. Het is namelijk een... Hoe hoog is die? Een, nou, 20 meter? Nee, maar wel een metertje 15, toch? Ja. 12? Gigantisch. 12? Gigantisch. Ook hoor je, ziet iemand zo. Niet geen 20, geen 12, geen 15. Dan zal die 10 zijn. 3. Had ik nog wat zeggen. Ik hoor dat we nog 1 minuut hebben voordat we... Ik moet je zeggen dat... Is dit hinderlijk dat ik dat zo meteen allemaal zo steeds wel, nee. Wel gezellig, hè, Loretta? Ja, heerlijk. Ja. Oh, oh. Je mag het oortje alvast indoen. Oké. Godskeer, ik heb het nog nooit zo druk gehad. Te vroeg vanmorgen. Even kijken. Ik werk nooit met dit soort oortjes. Alhoewel. Ik hoor dat ze kunnen zwaaien. Hi! Oh ja, hi! Ik wil even via de televisie zwaaien. Kijken of dat kan. Nee, dat kan niet, want jullie zitten... Dag! Oh ja, we zitten er heel stom bij, zag ik net. Nee, dat zag ik niet. Oh, zitten we er stom bij? Ja, maar zo is het heel gek. Je moet daarin kijken. Oh. Ja, er zijn nog maar groentjes in televisieland natuurlijk, hè? Ja. Productie, waar is de roomboot? We hebben geen roomboot. Nee, maar ze hebben wel heel veel bij zich, hoor. Moet je eens even kijken wat ze gekocht hebben vanmorgen allemaal. Het is niet normaal. Ja, heel veel. Fruit, koekjes, crackers, harde broodjes, zachte broodjes. Kiwis, de kiwis in de aanbieding waren, daar hebben we 3. Nog mango, peer, het is eigenlijk een heel gezond ontbijt. Ja, en we hebben een koffietijd prosecco. Even kijken, nee, dit zie je nog niet op televisie. Oh, oh! 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 Ik ben drijf? Ja. Nou ja. Dan moeten we gauw een glasje bij houden. Het is altijd, als Loretta bij mij in de buurt is, er gebeurt er altijd wat. Ja. En, Wat zeg, we gaan afronden, hoor ik in mijn oor. Mogen wij dat zelf ook een beetje bepalen, of niet? We gaan afronden. Oh, nee, het is heel slecht wat je doet. Nee, het is lepelen, hè? Maar ik kan dit allemaal niet. Ik kom ook nog maar net kijken, bedoel ik. Zullen we maar afronden? Ja, moeten we afronden, of zijn we er al uit? Dag lieve dames, dank jullie wel. Dag lieve mensen, we wensen iedereen het allerbeste met de kerst. Gelukkig nieuwjaar en heel veel gezondheid. Wat vreselijk. Ja, mijn broek is nat, zij staat er. Kijk. Jammer dat je bril niet scheef kwam te staan. Bedankt, hè. Nou, ik wist dat het ging gebeuren. Oh, wat vreselijk.
kan dat niet. Ik heb dus mijn motoriek. Het is niet goed. De volgende keer moet er een geluidsman mee. Nou, lieve mensen, de productie hier zo van Koffietijd en Loretta, die gaat weg. We hebben heerlijk ontbeten, we hebben gelachen. En ik hoop dat de mensen die het gezien hebben, dat ze het ook een beetje gezellig vonden. Wij vonden het in ieder geval hartstikke leuk, toch, Loretta? Ja, absoluut. Enig. Heerlijk. Enig. Zelfde zo'n gezellig kerstontbijt gehad met jou. Met jou, hè, zeg zo. Ga je vanavond per ongeluk ook nog naar het kerstcircus, of niet? Nee. Oh. Nee. Jij? Ja, ik ben dol op circus. Oh ja. Nee, ik niet. Ik vind het allemaal eng. Oh. Ik hou er wel van. Die spanning, trapeze en zo. Ik dacht, we gaan samen. Ik op de trap en jij pezen. Mijn oortje hebben jullie? Ja. Oké. Mijn oortje hebben jullie ook? Ja. Nou, top. Nou. Nogmaals dank. Cheerio. Doei, tot ziens. Tot ziens. Bedankt. Tot ziens. Super bedankt. Tot ziens. Dag lieverd. Nou, bedankt voor de gastvrijheid. Ja, deze gaan we terugzien, hè? Ja, die ken ik toch. Het is too much, jij moet naar boven toe, maar. Ja. Hey, hartelijk dank. Doei. Ach, kind, ja. Doe voorzichtig bij het afstapje, Loretta. Yes. Oh, daar is de boven. Ja, het is s'avonds wel heel mooi, hoor. Ja. Toen we aankwamen, toen was het nog schemerig een beetje, toch leuk. Heel vroeg vanochtend. Met mijn mandje. Wat gaan we doen? Ja, dankjewel. Mag ik u een vraag stellen? Wat wil u vragen? Wat gaat u doen vanavond? We gaan naar het circus. Wij doen namelijk een trapeze-act. Ja. Ik op de trap en Karin pezen. Dank je. Het wist er nog niet. Dat is leuk, hè? Dat is een leuke grap voor je show. Ja, ik dacht wel alleen maar zeggen, hij tilt en dan val ik. Ik ben een gevallen vrouw. Heel leuk. Lachend. Toch? Een beetje lachen. Top. Heel goed. Dank je wel. Dank je wel. Kom. Heb jij kaart al? Die van mij ook. Als jij nou alvast daar naar binnen gaat, dan moet even op de kind wachten. Ja, snap ik. Ik ben hier om de hoek, hè? Ja, maar ik kijk even, er zitten er twee in. Dus één voor jou, één voor mij. En dit is de première bol, zie ik nu. Sorry. Geef het gewoon allemaal aan mij mee. Ja, wat liefje, anders kom ik er niet doorheen. Oh, zijn ze zo streng? Ja, zo. Maar ga jij eens lopen? Ja, ik zie jou zo, hè? Ik kom rechts, hè? Ja, gelegs. Dankjewel, liefie. Natuurlijk is. Hey, wat een eer. Ik loop hier naast Louis van Gaal, dames en heren. Dit is de enige echte. Ja, en Henk van der Meijden, je komt het hier gewoon tegen, dames en heren. Het kerstcircus in Carré en dan heb je de grote heren. Het is ongekend. En wie hebben we daar? De vrouw van Henk van der Meijden. Hallo. Nou ja. Toen vergaan. Elise. Het is hier. Elisa. Elisa. Ik zeg altijd Elise, maar het is Elisa. Elisa. Goedenavond. Hey, naar binnen. Ja. Oh, naar binnen. Ja, Henk. Ik moet wel gaan zitten, dan denk ik dat ik het open moet. Ja. Even iets wil zeggen in de piste. Nou, ik heb nieuws voor je. Met alle liefde.
dames en heren, ik had heel graag hier vanavond voor een volle zaal willen staan. Het is weer niet gelukt. Maar de sfeer is er niet minder om. Het is enig. Nou, daar komt hij hoor. Dankjewel. Jij vond het echt geweldig. Ja, ik hou ervan. Enig. Heb jij nou een bitterbal? Ik denk de meeste mensen sporten. Er zitten voetballen, softballen, handballen. Ik zit op bitterballen. Leuk voor je. Ook in één keer erin, hè? Waar zijn we nu? Ja, we gaan even naar de vader van Wiener, oftewel opa Omtzigt. Die wordt 92. En die geeft een leuk etentje hier. Hoe heet het hier ook alweer? Oevers. De Oevers. En ik verdomd, er is nog een parkeerplaatsje al voor me over. En die pak ik dan ook allebei. Want waarom? Anders zit ik weer ergens tegenaan bij mijn auto. Goed, hè? Gezellig. Hey, hey Geert. Hoe is dat? Alles goed, jongen? Ja, gezellig. Goed daar? Dankjewel. Gezellig. Dankjewel. Hallo, hoi. Ja hoor, daar zijn ze allemaal. Ja. Gezellig. Oh, heel goed, heel goed, heel goed. Hey team. Goedenavond, allemaal bekende, gezellig. Ja hoor. Hallo. Nou ja, het is toch feest in de bestuur. Echt waar. Ga nou weer naar huis. Roze, roze. Ik vraag hoe oud je bent geworden. 29. Kijk. Zie je? Hij is van 1729. Nou, dat is nog niet zo oud. Daar gaan we hoor. Lang zal hij leven. Lang zal hij leven. En lang zal hij leven in de hoogte. En in de hoogte. En in de zon. Ja ho. Ja ho. Dames en heren, iedereen is natuurlijk vanavond de verjaardag van Theo Omtzigt. Nou, Theo Omtzigt hebben al heel wat dingen meegemaakt, hè, zolang ik u al ken. De laatste 38 jaar, zolang ik ook al Wien al ken, en natuurlijk ook bij uw vrouw. En altijd feesten gehad, zowel op de Kwakel als gezellig hier in deze fantastische, wat zeg ik, ja, etablissement. Om het zo maar te zeggen, de familie zijn allemaal gezellige mensen. De molen draait ook zonder jou, je paard blijft nooit alleen. Dus kom draai met die molen mee. Ik ben op zoek naar Kudelstaat, de Kwakel en Shangri-La. Jongens, je bent een beetje mee op jou. Bedankt voor alle superleuke berichten. Ik wil ook iedereen nog even bedanken voor de honderden kaarten die ik allemaal kreeg voor het kerst en oud en nieuw. Voor mij niet te doen om iedereen weer een kaart terug te sturen, klinkt heel lullig, maar het is nou eenmaal zo. Maar ontzettend lief dat jullie allemaal naar me toe gestuurd hebben. En ja, ik kan alleen maar zeggen, ik wens iedereen een onwijs goed uiteinde en een heel goed nieuwjaar. En groetjes vanuit Curaçao. En zoals je weet kun je me volgen op Instagram, Instagram Story, Facebook, Twitter, TikTok en mijn eigen YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Blijf me volgen. En het allerbeste. En een dikke kus. En voor iedereen alle goeds. Groetjes van Geert.